bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. We hebben een nieuwe paardrij video en we zitten vandaag op Flair, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Dus, halsen pakken, opzadelen, poetsen, opzadelen en dan rijden. Nee. Dus. Flair, had Flair nog bijzonders? Nee. Geen bijzonderheden? Nee, niet echt. Oh, oké. Okay. Nice. Ja. Ben je wel lekker, toch? Ja, het rijdt heel lekker. Ze is groot. Ja, ook. En mooi. En lief. Ja, ook. Ze is nu alleen... Maar ze alleen op het opzadelen, toch? Ja. Ja? Valt mee. Het is te doen. Oh, okay. Maar je moet wel beter. Maar ze doet je niet per se. Ze heeft mij nog nooit iets kwaad gedaan, dus. Oké. Borstels pakken. Ja, borstels pakken. Wat zeg je? Nee, ik heb geen maandenborstel. En die is daar toch ook liggen? Nee. Of niet? Ik weet niet waar die is. Oké. Okay. Nou ja. Wat heb je nou voor borstels dan? Ros. Ros. Ros, hard, zacht en een hoeve. Oké. Okay. En dan ga ik een hals pakken. En vorige keer kreeg ik echt zoveel reacties. Vertel. Met, waarom wil je een hals doen? Waarom wil je het hals touw om zijn nek heen? Waarom wil je dit? Waarom wil je dat? Ja, dat is een goede vraag. Nee, grapje, ik weet het wel. Claire vindt het soms niet zo leuk als jou op sommige plekken... Kant, maar ja, het is wel nodig bij de buik. Daar wordt ze niet zo blij van, maar ja, het is wel nodig. En ik wil niet dat ik zo meteen een beet in mijn armen heb. Dus daarom doe ik sowieso een hals op mijn arm. Zodat ik gewoon meer controle over de heb. En waarom ik over de nek heen doe, kijk, zal ik even laten zien. Kijk, ze doet echt ze doet niks, maar ze is toch wel groot en ik ben dan toch wel best wel klein opeens. En ik heb geen zin dat ik zo meteen een beet in mijn armen heb. Als ze nu naar mij toe zou willen gaan. En ik doe dit zo en ik kijk, dan kan ik er een klein beetje kracht op zetten. Dan kan ik ervoor zorgen dat ze niet in één keer naar mij toe, naar mij toe grijpt. Er zijn ook mensen van iemand, zo kan je die nek breken. Ik denk dat dat wel meevalt. Ja. Ik denk niet dat als er soms en ook... En zoveel kracht zou je toch niet doen? Nee, ik ga er niet met mijn hele lichaamsgewicht aan hangen. Het is meer corrigeren dat ze de andere kant op gaat. En dat niet ze dan dat ze mij bijt. Ja. Want als er... Kijk, niet dat is niet heel normaal, maar als je er afvalt of zo en je hangt even op die nek. Ik denk wel dat dat iets meer gewicht is dan een touwtje die even... Ja. Een heel klein... Dus... Maar goed, door het touwtje denken ze nu ook weer dat het allemaal rustiger is. Ja, dus... Nou ja. Nee, jongens, die comments, dat blijft natuurlijk altijd een probleem. En de meeste mensen die kennen heel dit paard, pony, weet ik veel, het is voor mij het paard, maar dat weet ik niet zeker. Zo erg ben ik nou ook weer geen paardenkenner. Het is een paard. Ja. Maar in ieder geval, hoe heet dat nou? Jullie kennen heel het paard niet, dus ik vind ook niet dat jullie daar echt over mogen. Nee, ja, maar goed, dat is natuurlijk altijd. Hè? Ja, dat is altijd. Het is makkelijk natuurlijk vanaf de zijlijn commentaar te Kijk, geven. Kijk dit, dan krijg je een beetje dat. En dat, ja, geen zin in. Dus dan heb ik gewoon... Liever even een halstertje om, zodat ik gewoon wat meer... Omdat zij gewoon wel iets groter is dan mij. Ja, nou ja, dat dus. Hi. Ja, joh. Hey, joh. Kijk. Achter. Ja, joh. Nee. Wat dan? Nou, dit gaat lekker. Dat hoef ik niet allemaal te filmen. Nee joh. Want dat is ook niet leuk om te zien, het filmen. Als je het wil zien, kijk naar andere video's waar we het over hebben gefilmd. Want het is toch, dan zie je toch altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Hooguit een andere borstel, maar... Dan heeft het al bij iedereen hetzelfde. Ja. Nou goed, ik zie je zo even. Ja. Zo. Oké, dan gaan we nu naar de hardborstel. Oké. De deur staat ook gewoon nog steeds open. Ja. Niet zo. Fletje. Maar wat was dat? Dat was gewoon maar denk ik even iets anders uit van gepland mag kopen. Ik heb paard in mijn keel. Flair. Ja. Oh. Ja. Ja. Flair. Wie ben jij? Flair. Ik heb geen idee wie jij bent op dit moment.
En welke borstel is dit? Zachte borstel. De zachte borstel. Voor de glans. Nou, dat bleef iets een minder fijn moment. Sorry. Ja, klopt. Ik zag jullie in ieder geval samen niet zo goed praten. Ja. Ik ben geen paardenprater. Een paardenprater, ja. Nee, daar hoor ik niet onder. Dit vindt ze ook niet zo leuk. Nee. En toch is het een beetje die sarel, hè, met die... Singel. Met die singel. Ja, maar ze heeft het niet zo erg als... Is dat grapje? Ja, niet zo erg als grapje. Want die heeft echt single night, dus die... Oké. Okay. Nee. Grapje vind ik nooit zo grappig. Nee. Ik ben niet echt van grapje. Nou, dat kan. Dus ja. Ja. Weet ik nog wel, de eerste keer dat ik op grapje zat, toen kreeg jij een staart in je gezicht. Oh ja, weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Stond jij zo. Toen kreeg je hem niet te pakken. En toen doet hij zo pats. En toen kreeg jij die echt rot in je hoofd. Okay. Natuurlijk weet ik dat nog. Oh ja, oké. Okay. Maar bij Flair heb ik dat niet. Dat hoop ik. Ja. Ja, daar heb ik het. Nee, grapje. Ja. Nee. Ja. Ik wil graag nog heel op paard zitten. En nog graag heel van het paard afkomen. Lijkt me een soort winst deze. Dat zou ja, maar zo hard wijkt het niet volgens nee, mij. Ja, ik weet niet, ik zit binnen. Ja, binnen. Ja, binnen, ja, binnen, ja. Je zit er binnen, ja, zo heet dat. Ja. Ja. Maar ik weet niet of ik het nou hier echt warm vind in de winter, maar... Nou, jij bent helemaal weer klaar. Oké. Oh. Hoeveel doe je zo meteen? Ja, die doe ik op het later, dus... En ik heb even geen manen borstel. Ja, harenborstel. Manen? Manen, ja, haren, banen. Oh, goed, dan wonder maar. Borstel. Borstel. Oké. Dus doe het eventjes zo, ik weet het is niet de perfecte manier, maar ik... Ik weet gewoon even niet waar iedereen het allemaal heeft. Ik doe niet dat ik lid, hè? Dus je doet niet altijd, toch? Nee, maar meer dat even die strootjes een beetje uitgaan. En ja, het helpt wel een beetje met de haren. En haar voorpluk, ja, ze heeft een kleine voorpluk. Maar je hebt dit 10 minuten klaar. Ja. En wij hebben nog... Zeker een half uur. Ja, een kwartiertje. Oké, nou. Dus kunnen we heel even in de kantine gaan zitten? Kantine. Of even een rondje lopen? In de kantine. Kantine. Heb jij een snoepje verdiend? Kijk eens. Alsjeblieft. Lekker. Hoppa. Oh, kantine. Oké. Okay. Just die. Op kantine. Kantine. Ja. Gaan we hier zadelen? Ja. Oké. Okay. Moeten we hier zadelen? Ja, prima. No problem. Ik ga even herhalen. Ja. Nou, dan ga ik ze. Graag jij je. Oh, goed? Ja. Was goed. Ja. Ik zal de deur even openen. Ja. Ja, zeker. Dat is een tijd geleden. Echt niet normaal. En ik heb dit licht zeker weten niet gemist. Nee. Ik zie echt helemaal niks. In de stal was beter dit. Ja. Je had ook wat meer ruimte. Ja, ja dat weet ik niet. Ik heb het echt niet gemist. Nee. Ja. Zo. De achterbeen is ietsje zwaarder. Ja. Maar de rest? Nee. Ja. Nu kom ik helemaal niet erbij. Ik voel me een beetje klein. Kom maar, ik ben er niet aan. Kom maar.
Ik vind het best wel opvallend. Wat? Opvallende peeskap. Ja. Oké. Okay. Omkleden. Ja. Ik ga deze wacht bij stal ophangen. Ja. 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 Okay. Ik ben zo terug. Winterhandschoenen? Sorry? Winterhandschoenen? Nee, zijn we zomer. Oh, zijn jouw zomerhandschoenen? Ja? Geen winterhandschoenen. Nee, joh. Ik heb er warm voor. Die. Oeh, dat zit echt strak. Ja. Ja. Oké. Oké, ja. Wat doe je? Niks. Wat doe je? Flair. Lieve flair. Auw. Oortjes erin, heel goed flair. Oortjes. Haartjes erin. Alle riempjes goed. Ja. Ja, zie je. Helemaal rustig. Ja, joh. Ja, daar is een paardje. Paardje. Dit zit wel een beetje scheef. Nog steeds een beetje scheef. Dat is beter. Ja, is het net beter? Nou, je kan zo naar binnen. Ja. Iets te vroeg. Ja, ik ben nog te vroeg of zo. Ja. Ja. Ik weet het eigenlijk ook. Nou, we rijden weer. Een beetje les gaan. Als hij naar jouw idee los is, ga je rustig aandragen. Bepaald zijn het voor tempo. Thank you.
zweep afgeven. Dus die is ook weer een beetje leuk. We hadden geweten dat het een rustige les was. Dan hadden we misschien wel de microfoon mee kunnen nemen. Zo, opletten als we gaan peren, dan we uitkijken voor elkaar. Maar... zo. Waar we gaan maken, hoog houden. Oké, okay. Die pionnen omgooien doen en de kantine vegen en afwassen. Dat was ik niet. Ja, goed. Ja. Zo, kijk. Nou, zit. Je houdt hier gewoon je rechterhand op opzij. Zo. Terug en die wacht naar boven. Ja, ze net van de afgelopen naar de. Ja, vrijwillend beeld. Hè? Vrijwillend beeld.
elkaar van, hè, daar bij je. Ach, naar voren gaan. Ja. Ja. Oh, zo bang ben ik niet. Achter me na. Allemaal nog een keer. Als jij de binnenhanden naar die mond zo doet. Maar niet zoveel druk op je binnenhanden. Kan je best. Op je man. Ja, moet oplossen. Hou daar bij je. Niet zo. Niet aan je binnen zo. Buiten mee bij. Ja, dag. Ik heb nog twee vrienden. Nu weg, hè. Maar niet meer voor weg. Kom. Ja. Uitdaging. Thank you.
Ja, gaat het goed? Nou, hé. Hey. Lekker lesje? Niet te lang stappen. Goed zo. Niet helemaal verkoeld. Heel goed uit. Probeer dan. Ja, rustig door te sturen. En zeker gewoon weer. Met die keerpenning zorgen dat hij om jouw binnenbeen heen draait. Draai dus nou de schouder naar achter. Zo. Prima. Ga je heel rustig, als ze weer recht zijn, weer een overgang naar de trap. Maar eerst recht maken. Doet hij lekker? Ze mogen niet vanuit de schepen houden weg. Rechterhouding weg. Zo, maar je hebt hem wel rustig gekregen. Maar ik weet dat zo. Ik kan dat niet verklaren. Ik kan alleen zeggen dat ik in de water en het is eigenlijk steeds af. Maar dan ben je heel zo aan het stappen. Dan moet je weer als je daar weer naar naartoe bent, dat je niet stopt. Leuk hè? Thank you.
Nee, dit niet. Je was wel heel enthousiast geweest. Ja, maar het komt van gisteren. Dat zei iemand... Gaan we even de stal. Ja, is goed. Nou. Maar het kwam dus met gisteren. Ja. Iemand erop had gegeten, ik heb geen idee wie. Maar die was een beetje lomp of zo. Oh, dus hij was een beetje van slag. Ja. Daar kwam het niet. Hij moest even weer... Maar goed, dan kan je toch prima corrigeren. Maar ik ben niet ook van slag. Ja. Maar goed, dat... Kijk, uiteindelijk aan het einde, ze liep echt goed. Gewoon lange teugel. Maar toch een leuke uitdaging ook weer. Ja, klopt. Maar ik had het niet zien aankomen. Nee, ja. Ja, goed. Normaal had Erik altijd even zeggen. Dus is... Ja. Niet dat mensen nu gaan zeggen, wat reageer ik. Dat is altijd. Waarschijnlijk zal je dat bedoelen meer. Ja. Dat ga ik sowieso krijgen. Ja. Dus... Maar ja, boeien, hè. Ja. Dat was altijd zo. Dat is elke keer zo. Maar... Maar aan het einde ging het gewoon goed en het was dus ook niet mijn schuld. En dan krijg je van de reacties, ja, maar het is nooit de Maar goed, die juf had er wel iets verteld, toch, hè, hoe het gaat, toch? Zeg, ik zag je even praten ja, daar. Ja, klopt. Maar waarschijnlijk krijg ik natuurlijk weer reacties met, ja, nooit paard schuld geven en zo. Nou, in ieder geval, dit was ook niet mijn fout of zo. In ieder geval, ik hoop dat ze het leuk vonden. Ik in ieder geval, ik ga nu naar huis toe. Ik ben hartstikke gesloopt. Geen commentaar geven.
Nee. Ja. Nee. Als je niks goed te vertellen hebt, dan doe je gewoon. Ja. Tot de volgende video. Doei. Doeg. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!